De Vreedzaam Markt zal binnenkort worden gerenoveerd. Marktmeester Anil Danaai geeft aan dat er grote plannen zijn met de Vreedzaam Markt. Toen ik de markt heb overgenomen, daar vooral de Vreedzaam Markt, was het, net als, het net als niet op een markt. Je ziet het nu: de voorgevel. We hebben de, al, bijna uh, 50% hebben we al hersteld. De, uh, de, de hele voorgevel, uh, water. Alle ruimtes hebben nieuw water. We zijn bezig met het dak. Uh, we zijn bezig met, uh, ik was samen met de VP daar, vice-president. En uh, we hebben al plannen om de hele dak daar te verwisselen. De tafels weg te halen. We willen betonnen tafel daar uh, plaatsen. We willen ventilatie daar uh, doen, want uh, er is bijna geen ventilatie daar. Uh, we hebben al verlikt. Dus als je binnen gaat zien, de hele markt is al verlikt. Dus we hebben wel grote plannen met Freeza Markt, omdat Freeza Markt een hele achterstand heeft. Uh, omdat geen van de marktmister aandacht had gegeven aan Freeza Markt. Alle aandacht was centrale markt. Maar daar is ook een markt. Dus er zijn ook mensen die daar verkopen. Dus Vriesa Markt heeft veel aandacht. Je ziet het, we zijn al begonnen daar. Straks is het 1 juli. Een week voor 1 juli gaan we de markt daar ook wassen. We gaan de markt ook versieren. Dus er zijn een paar activiteiten daar in verband met 1 juli. Maar de markt daar heeft veel aandacht. En die achterstanden wat ze hebben, stafvoorstel moeten we ook daar inhalen. Renovatieplannen zijn er omdat de Vreedzaam Markt deel is van de Centrale Markt. We hebben goede plannen met de Vreedzaam Markt om toch te zien van, hé, dat we geen, uh, wat met twee maten meten. De Centrale Markt heeft alle aandacht, maar de vreedzaammarkt Markt niet. Dus we willen de achterstand inhalen. Uh, we hebben plannen daar. Dan. En uh, Je gaat zien uh, eind uh, 2022 zie dat er een mooie markt daar is met nieuwe tafels, een mooie dag met ventilaties, mooie verlichting. Mooie parkeer daar, omdat je ziet dat we die daar ook parkeren. Mooie parkeer daar, verlichting uh, op de parkeer. Uh, we gaan daar ook uh, wachthuisjes hebben. Dus uh, het, het, komt goed daar. het komt goed daar. We hebben mooie plannen. Dus dat is die tijdlijn. Dus aan het eind van het jaar moeten de, de, de voorbereidingen en de afrondingen rond de eind van het jaar zijn? Klopt. Uh, 2021-2022 moet Vriesamark daar, de hele parking daar, met alle uh, verlichting eh uh, dat dak moet alles al uh, af zijn